De brandweer rukte in de nacht van zondag op maandag rond 2:50 uit naar de Hendrik Andriessestraat in Leiderdorp voor een autobrand. Ter plaatse sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ook een scooter die naast de auto geparkeerd stond, stond in brand. Ondanks dat het vuur snel onder controle was, liepen zowel de scooter als de auto flinke schade op. Vermoedelijk gaat het om brandstichting en het lijkt erop dat beide voertuigen apart van elkaar in brand zijn gestoken. Opmerkelijk is dat er rondom de auto flink wat briefgeld lag. De politie heeft het geld in beslag genomen en de auto is afgevoerd.